Universiteit van Nederland legt uit. Waarom hebben treinen zo vaak vertraging? Het klopt dat het vaak misgaat als je met de trein wilt reizen. Afgelopen jaar hadden zo'n 1 op de 10 treinreizigers last van vertraging. Hun trein was minimaal 5 minuten te laat. Waar komt het nou door? Je hebt natuurlijk de treinen, die kunnen stuk gaan, dus die moet je goed onderhouden. En nieuwe treinen, die kunnen bovendien kinderziektes hebben. Maar dat is niet heel uniek voor het spoor. Goed onderhoud van je spullen is binnen elk bedrijf nodig. Nieuwe apparatuur, dat is altijd een beetje wennen. En dat is niet het enige wat er aan de hand is. In 2023 waren er ruim 5000 storingen. 1/3 daarvan was te wijten aan kapotte treinen. Dat lijkt dus het probleem te zijn waar je als reiziger het meest last van hebt. Het komt het vaakst voor. De tweede groep problemen gaat over de infrastructuur. Dus de bovenleiding, de rails, de seinen, de wissels. Daar zat ongeveer 1/4 van de storingen in. Bij de rest van de storingen horen aanrijdingen en slecht weer. Nu zou je kunnen denken dat het grootste probleem bij het spoor de treinen zelf zijn. Maar dat is niet zo. Deze grafiek laat alleen zien hoe vaak een bepaalde storing voorkomt. Maar als je kijkt hoe lang die duren, dan krijg je een heel ander beeld. Want een kapotte trein leverde gemiddeld 42 minuten aan vertraging op. Alle gevallen bij elkaar is in totaal 1227 uur aan vertragingen. Nu gaan we dat vergelijken met problemen van de infrastructuur. Schade aan de bovenleiding zorgde in totaal voor 574 uur aan vertraging. Dat is relatief weinig. Problemen met seinen en wissels leverden meer vertraging op. Per keer ruim 2,5 uur. In totaal 1488 uur. Dat is dus al meer vertraging. Maar de grootste problemen ontstaan wanneer het spoor zelf stuk is. Dat herstel duurt lang. En dat zie je in de cijfers. In totaal duurde het vorig jaar 2315 uur aan vertraging. Dat is bijna het dubbele van het probleem van defecte treinen. En kapot spoor is ook heel erg duur. Zo'n 30-40% van de onderhoudskosten gaat naar het herstellen van kapot spoor. De cijfers zijn duidelijk. Als je de problemen op het spoor wilt verbeteren, dan moet je de infrastructuur verbeteren. Dus ervoor zorgen dat er minder problemen zijn met wissels, seinen en vooral rails. Wat is nou het probleem van wissels? Die hebben bewegende delen die kwetsbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld takjes en steentjes. Seinen hebben bijvoorbeeld lampen die stuk kunnen gaan, bedrading waar er iets mee is en besturing die hapert. Maar rails, die zijn op een heel andere manier kwetsbaar. Die hebben te maken met allemaal krachten als een trein er overheen rijdt. Rails lijken heel recht en strak, maar die kunnen wel degelijk buigen. En dat gebeurt ook als er een trein overheen rijdt. Dan krijg je een kuiltje. En daardoor komt spanning op de rails te staan en ontstaan er scheurtjes. Je hebt scheurtjes die aan de buitenkant zichtbaar zijn en makkelijk op te sporen zijn, maar er zijn ook scheurtjes binnen in het staal. Daarvoor is er speciale meetapparatuur nodig. Maar ook dan kun je niet alle scheurtjes vinden. Nu heeft Nederland ruim 3000 kilometer spoor. Het is onmogelijk om al de rails de hele tijd in de gaten te houden. Wat je wel kunt doen, is zo goed mogelijk inschatten hoeveel een stuk rails te verduren krijgt en hoe lang die mee zou moeten gaan. Dan weet je wanneer je een stuk rails moet vervangen wanneer het echt stuk gaat. Langer wachten is niet slim, want als er een trein eroverheen rijdt, loop je het risico op een serieus ongeluk. Moet je nou je tanden voor of na het eten poetsen? Ik ben Egea Zoura, mondecoloog. In de volgende aflevering ga ik 3 mythes ontkrachten over hoe je het beste je mond schoon kunt houden.